Yo, YouTube, Ace hier. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het dag 19. En in mijn allereerste video van deze december had ik gezegd tegen jullie dat als ik ooit op een dag in december geen idee zou hebben voor een video, dat ik opnieuw jullie beste notas ging maken. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn YouTube channel. Dat zou fucking chill zijn en het is gratis. And let's get it, man. Welkom bij jullie beste notas. Woehoehoe! Oké. Ik heb hier allemaal superleuke, vuile, stoute, vieze dingen van jullie doorgekregen op Instagram. Allemaal notas. Jullie zijn niet flink geweest. Nee. Jullie staan allemaal op de naughty list. Zo heb ik hier een fotootje doorgekregen van vier jongens die voor 100 dagen verkleed waren in de fucking Power Rangers. Ze hebben hier geen nota voor gekregen, want ze zijn gewoon verkleed in de Power Rangers. Maar ik heb wel een zwarte balk over een... dingen gezet, maar je ziet ze er gewoon door. Dat was zeker niet de bedoeling van hun kostuum, maar je ziet gewoon de fluit zitten door hun pak. Dat zou reden genoeg zijn van mij om van school gestuurd te worden, man. Heel de school heeft jullie klokkenspiel gezien. Kan niet de bedoeling zijn, man. Kan niet de bedoeling zijn. Wat zijn die maskers ook? Like, what the fuck is dit? In de Powerpuff Girls had je zo één aflevering waar daar dan... fake Powerpuffs waren. En dat waren deze. Ja, man. Dit zijn de fake Power Rangers. Voor de mensen die in het middelbaar zitten, zijn de examens nu waarschijnlijk wel gedaan. Voor de mensen die in het hoger zitten, begint de blok nu pas. Dus om een beetje in die sfeer te blijven, heb ik hier een examencommentaar. In het eerste stukje staat eigenlijk niks raar. Je attitude in de les stelt mij teleur. Onaandachtig, ga je volgen niet actief mee, bla bla. Dan daarna toch iets positiefs. Ik was aangenaam verrast met je resultaten op de tweede grote toets. Je bent er enorm op vooruit gegaan, dus of verder positief, maar dan de commentaren van de klastitularis. Deze is insane. Je rapport is redelijk goed. Goed gedaan, man. Good shit. Maar let op je attitude in de les en tijdens de excursies. Het voorval met de broodpudding en de afstandsbediening willen we niet herhaald zien. Graag medewerking hiervoor. Het voorval met de broodpudding en de afstandsbediening. Ik had dan gevraagd aan hem op Instagram wat hij daarmee bedoelt en hij zei raad maar. Bro, broodpudding en de afstandsbediening. Bro, what the fuck? Het is zo gek waar die dag is gebeurd met de broodpudding en de afstandsbediening. Dat ze het zelf niet durven vertellen in je commentaar. Ze hopen gewoon dat het nooit meer gebeurt. Dat er geen herhaling komt. Oh, heel je school getraumatiseerd met broodpudding en de afstandsbediening. En van mij krijg je banaan. Brood als streetcred. Je zoon of dochter was vandaag betrokken in een conflict. Hieronder vindt u de beschrijving van de feiten. Jullie zaten deze middag met twee op toilet. Dat is niet de bedoeling. Er staat hier ook uw zoon of dochter. Dus dat betekent dat hij een jongen en een meisje was. Moet je er geen tekening bij maken, heel vuil. Plus 69 streetcred, good shit. Hoe word je dan betrapt? Gaat die deur dan open door een leerkracht en jullie zitten daar met twee op elkaar? Het onderwerp van deze nota is tja, met een uitroepteken. Dat is belangrijk. Beste allemaal, tot onze grote verbijstering moeten wij vaststellen dat er op onze school leerlingen zijn die nog niet uit een pipi-kaka-fase zijn. Zie bijlagen. Ik wil er uitdrukkelijk bij vermelden dat dit de tweede keer is op korte tijd dat we dergelijke shit met dergelijke shit, hè. Onthoud dat. Dit getuigt niet alleen van een gortige boertigheid, maar ook van een totaal gebrek aan zelfrespect. Wie wil zich nu tot zoiets verlagen? Je ziet dat dit serieus is en het is ook echt doodserieus. Het is echt dikke shit. Ik vind het grappig dat deze directrice ook gewoon een woordgrapje maakt in deze nota. Er ligt gewoon kak op de toiletpapier ding. Wat is de naam hier eigenlijk van zo'n ding waar je wc-papier uit kan trekken? Er ligt gewoon een drol op. Iemand heeft echt zwerk ervan gemaakt om een netje te maken in de wc en hem dan te verplaatsen. Naar dit ding. Het is degelijkant, hè. Ik vind dit ook vreselijk. Als je naar de wc gaat en je doet de deur open en er ligt daar een drol op. Insane. Ik denk dat ik ook nog niet uit mijn pipi-kaka-fase ben. Als ik dit soort shit zie. Het beste is, de persoon die dit heeft doorgestuurd naar me, heeft er ook bij gezegd, hierbij wil ik zeggen, ik was niet de dader. Jij krijgt van mij de prijs
van de gouden drol. Ja, hij wordt weer uitgereikt. Mensen waren vergeten dat hij er nog was. Maar soms, om de zoveel afleveringen, reik ik de gouden drol uit. Ik weet niet welke school dat dit is. Ik zie hier 4ECOA. Op 11 mei 2021. Ik weet niet welke school dat dit is, maar jullie krijgen de gouden drol. Een felbegeerde prijs in de jullie beste nota-serie. En ik weet niet aan wie dat ik hem geef, maar gefeliciteerd. Deze is zelf op het nieuws geweest. Leerling van Kortrijkse sportschool valt verdieping naar beneden na mislukte stunt. Laatste lesuur werd dan ook vervangen door een gespreksmoment met de klas, omdat iedereen wel onder de indruk was van dit voorval. De toets werd dan ook uitgesteld naar morgen. Woo! En shout-out naar Mathies, man. Je hebt het allemaal gedaan omdat een paar mensen niet gestudeerd hadden. You took one for the team. Ja, misschien wel je benen gebroken en zo, maar de toets is verzet naar morgen, man. Mission completed. Insane. Insane. Zijn van 100 street crit, man. Omdat je opgekomen bent voor je klas en opgekomen bent voor de mensen die niet gestudeerd hadden voor de toets. Ik hoop dat ondertussen alles goed is met je hoofd en zo. Jullie moeten weten dat leerkrachten een nota sturen als iets verkeerd doet, maar ze sturen een klassikale nota als er echt iets heel fokt gebeurd is. Jullie zijn berichtje als lieve leerlingen van 5PVD. Vandaag had ik een pakje pepernoten meegenomen naar de les. In lokaal 22 stond het op een tafeltje bij de deur. We waren iets eerder klaar met de les. Jullie stonden bij de deur te wachten tot de bel ging. Om 11:30 waren jullie weg, maar het bakje pepernoten ook. No, niet de pepernoten, man. No. Gaan jullie alle pepernoten van de wereld, maar het bakje wil ik terug. Ik heb nu alleen het deksel nog. Ik vind het wel echt vervelend dat ik nu mijn voorraadbakje kwijt ben. Dit kan toch niet. Dit kan toch niet echt zijn. Geef het alsjeblieft af bij de balie of in de docentenkamer. Je mag het natuurlijk ook morgen tijdens de les aan mij teruggeven als je dat prettiger vindt. Dit kan toch niet echt zijn. Het is haar bakje fucking pepernoten kwijt en jullie doen alsof daar niks aan de hand is. Ze zegt hier nog duidelijk: ik vind het echt vervelend dat ik nu mijn voorraadbakje kwijt ben. Dit kan toch niet. En heeft gewoon iemand heel die bak pepernoten gestolen. Dit is diefstal. Dit is erger dan vandalisme. Jullie krijgen min 6000 street cred, man. Al die punten waar jullie zo hard jullie best voor hebben gedaan, allemaal weg. Er is weer zo'n ongelukkig accidentje, man. Deze voormiddag was er een ongeluk in jullie klaslokaal. Tijdens de leswissel was je samen met twee medeleerlingen nogal wild. Rondlopen in de klas, elkaar duwen. Uiteindelijk is een van de jongens over een stoel gestruikeld en in de boekenkast terechtgekomen. Die was daardoor volledig uit elkaar gevallen. Mensen van ons onderhoudsteam hebben dit hersteld. Er is dus iemand gevallen met zijn hoofd in de boekenkast. Heel die boekenkast is uit elkaar gevallen. Check deze video. Hoe? Deze guy heeft heel deze kast kapot gekopstoot. Is hij de Hulk? Check dit. Het kan toch niet door gewoon te struikelen in een kast? Like, leeft die guy nog? Zit er een groot gat in zijn schedel of niet? Die kast is niet kapot, die kast is vernietigd. Ik denk dat ze gewoon een bom hebben laten ontploffen in die klas. In hetzelfde thema te blijven heb ik nog een andere nota die hier perfect op aansluit. Jullie krijgen dan ook exact dezelfde street cred. Soms heb ik het gevoel dat jullie of heel goed worden in notas faken, of daar echt scholen zijn waar daar shit gebeurt dat gewoon niet kan. Op maandag 28 november 2022 was er een conflict tussen Fedor en de leerkracht godsdienst. Altijd leerkrachten godsdienst. Dat zien jullie nu toch ook. Er is een rode draad door al deze afleveringen. We doen dit al 17 afleveringen lang en alle rare shit is altijd met leerkrachten godsdienst. De leerkracht bleef voor de deur staan tot de leerlingen de propjes zouden opgeraapt hebben. Fedor heeft op dat moment de deur hard opengetrokken, waardoor de leerkracht opzij vloog en haar elleboog kneusde. Zij heeft de deur open gedaan. De leerkracht vloog opzij en heeft haar elleboog gekneusd. Is dit ook de Hulk? Ook al staat tussen aanhalingstekens, het staat hier wel gewoon in. Dit is een brief, hè. Dit is geen nota meer. Dit is een brief die naar huis gestuurd wordt. Waardoor de leerkracht opzij vloog en haar elleboog kneusde. In mijn hoofd vliegt er een leerkracht door de lucht. Valt ze maar haar elleboog op een bank. De bank breekt en haar elleboog ook. U hebt het recht u te laten bijstaan door een raadsman. Ik denk dat sommige van jullie bovennatuurlijk sterk zijn, man. Jullie kunnen een leerkracht laten vliegen omdat je de deur hard opentrekt. Ik denk dat deze leerkracht hoog is. Zin heeft om te gaan werken. En dan doe ze maar alsof daar elleboog gekneusd is, zoals voetballers tijdens het WK. Het is hetzelfde als een rode kaart, snap je? Als je als leerkracht kan zeggen van ik heb mijn elleboog gekneusd, dan moet je 2 weken niet komen werken en word je nog doorbetaald. Het is insane, het is oplichting door deze leerkrachten. Jullie krijgen van mij alle 2 1 street crit. Insane, ik weet. Er is toch niks leuker dan zo een keer goed lachen en zo goed vastzitten in een lachen. Ik denk ook dat dat heel gezond is. Ik denk serieus dat zo'n dingen een stof vrijmaken in je lichaam, waardoor dat je, ik weet het niet. Zo vastzitten en een lachje, dat is puur geluk. Het is tijd voor de adventkalender, man. Nummer 19. Oké, okay. Het is weer een grote. Dit kan 2 dingen betekenen.
Of het is weer een nice pak. Of het is zo'n scam fun pack. Ik denk dat het zo'n scam fun pack is. Ik denk echt dat weer een scam. Nee, het is een... Ik haat dit, man. Ik haat dit. Het zijn letterlijk hondenrestjes. Dit zijn altijd hondenrestjes, man. Sandslash en Busculine en Bunary, man. Bro, scam. Dit is opvulling van de adventkalender en dat is niet nice, man. Ik heb er al 4 gehad. 4 scam packs. Wat teleurstelling. Wat een leuke video en wat een grote teleurstelling in de adventkalender. Om te huilen. Hey, maar bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je niet te liken en te subben. All the love. All the fucking power. En tot morgen. Joe!